Misschien speel je pas een paar jaartjes cello. Dat neemt niet weg dat je er heel veel baat bij kunt hebben om toch alvast eens te snuffelen aan technieken die misschien op papier nog te moeilijk zijn. Neem vibrato, een keer aan snuffelen, dubbelgrepen, kun je niet snel genoeg mee beginnen. Ook een van die onderwerpen, een van die topics, is de duimpositie. Wanneer gebruik je nou de duimpositie? Meestal gebruik je de duimpositie wanneer je ermee gaat leren spelen. Hier bovenin, op die twee flageoletten. Flageoletten zijn boventonen. Je drukt daarvoor de snaar niet in. Je raakt hem enkel aan. Misschien heb je deze flageoletten wel eens gespeeld met je docent. Zoek ze samen op. En nou is het zo dat jouw duim altijd over twee snaren wordt gelegd. En je hoeft op die flageoletten je snaren niet in te duwen. En dat is natuurlijk waarom ervoor is gekozen om mensen hier, cellisten hier, duimpositie te leren spelen. Want het induwen van je snaren is best wel zwaar. Vroeger duwde ik trouwens die snaren naar beneden, totdat ik me steeds bewuster werd van het feit, moet je nagaan hoe lang ik toen al cello speelde, dat ik me steeds bewuster werd van het feit dat mijn armgewicht gebruiken maakte dat die snaren tegen de toets aankomen. Maar zoals gezegd, wanneer je begint met de duimpositie, liggen je duimen op flageoletten en die hoef je niet in te duwen. Nou, waar ga je nou op letten? Je duim ligt over twee snaren heen. En waarom is dat? Meestal heb je snelle loopjes met duimpositie in klassieke concerten en zo. Coltermann, Romberg, Davidoff concerten. En dan heb je hier in de hoogte heel veel sprake van toonladders. Wij willen vaart kunnen maken zonder dat we die duim hoeven te verplaatsen van snaar naar snaar. Je ziet ook in mijn beweging dat ik zonder de rug van mijn hand te verplaatsen, mijn snaren op beide, mijn vingertoppen op beide snaren kan plaatsen. Nou, waar letten we nu op? Dat je knokkels rond zijn. Je ringvinger, je derde vinger, staat niet doorgestrekt. Nou, als jij dat niet haalt, mag je dus proberen om deze knokkel van de ringvinger iets dichterbij te brengen, iets dichter bij je snaar. Een ander puntje van aandacht voordat we gaan spelen, is dat je vingertoppen geneigd mogen zijn om naar boven te klimmen. Speel niet met je vingertoppen naar hier gericht. Ja? Nou, daar gaat hij. Ik heb mijn plek. Dit is de grondtoon van mijn toonladder. Duim. 1 zoveel vitamine mag geven met je strijkstok. Je strijkstok zorgt dat je wijsvinger een mooi contact heeft en vooral maak meer centimeter stok. Wat je in de boeken van Rick Mooney zo goed vindt is structuur. En wat vind je nou in zijn thumb, duim, positieboek? Dat er verschillende patronen zijn. En je hoort het mij al zeggen, we maken een toonladder. In dit patroon, het meest gebruikte patroon, zit er tussen duim en eerste vinger een hele afstand. Tussen 1 en 2 een hele afstand, tussen 2 en 3 een halfje, dan komt je volgende open snaar met een duim. En weer een hele afstand, half. Heel, heel, half, open, heel, heel, half. Nou, nu je dat weet, speel je veel makkelijker zuiver, toch? Daar gaat die duim, hele, heel. Uitkomen. En wat ik ook zei tijdens het strijken, ga op weg naar de kam. Daar waar de kam zit, heb je meer weerstand. Nou, dit is les 1, de belangrijkste punten voor je duimpositiespel.
Een belangrijk punt, maar dat heb je gezien, is ook nog dat je niet met je pols omhoog gaat. Waarom niet? Zo kan ik mijn armgewicht wel gebruiken en zo niet. Ja, en let er altijd goed op. Als dit gedeelte van je hand warm wordt, is dat het begin van een ontsteking. Warmte is niet goed in je lijf. Oefen daarom in het begin de duimpositie niet langer dan 10 minuten. Nou, heel veel tips. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Doe een keertje mee met de Back to Basics. Dan komt ook dit onderwerp langs voorbij. Is een van de belangrijke technieken die we allemaal willen leren kennen en tackelen als cellist zijnde. Succes!